zijn vandaag in het bewolkte Amsterdam. Maar in het Oosterpark bij een skatepark die draait, schijnt altijd de zon. We gaan hier gewoon mensen vragen wat hun culturele zomertips zijn. Wat gaat u doen deze zomer? Ik ga naar Suriname. En voor de mensen die achterblijven, Kwaku. Kwaku? Je hoort het! Naar Kwaku Festival. Ga maar naar Kwaku straks. Kwaku? Heeft u nog iets anders? Nou, voor mij is het ook Kwaku hoor. Kwaku. Oh, ja. Iedereen Kwaku hier. Ja. Zwemmen? Ja. Zwemmen. Je hoort het. Cultuur. Zomer. Lekker. Kom op, maar je moet wel iets gaan doen deze zomer. Ik had een vraagje. Nee, nee, geen vraag. Wil jij hem? Nee? Nee, helemaal niet. Oh, oké. Okay. Geen cultuur voor hun deze zomer. Een tip, ik wil een tip. Voor deze zomer. Cultuur. Katie Cotty dan maar. En daarnaast? Dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Nee. U bent af. Naar Ruigoord gaan. Ruigoord, Ruigoord. Jullie zien er echt heel goed uit. Mag ik jullie wat vragen? Ja? Wat gaan jullie doen deze zomer? We hebben het net over. De zon opzoeken. Wel naar concerten en naar wat theatervoorstellingen. Dan zou ik zeggen. Ik woon in Arnhem en daar hebben ze diverse festivals. Geen festival, niks. Dan zou ik zeker naar Little Village gaan. Een van de Luie Hond. De Luie Hond. En dat is funky, is jazz, is reggae. Little Village, ik kom nergens anders. De zomertip van deze zomer is gewoon gezellig met elkaar en iedereen accepteren. Zoveel liefde hier, zoveel liefde. Wat denk je dat kinderen leuk vinden om te doen in Nederland? Hou je van speeltuinen? Ja, als ze goed gemaakt zijn wel, ja. Meer naar elkaar lachen. Meer? Dat vind ik een hele mooie. Ik ga op naar vakantie. Misschien naar de Filipijnen. Of ik ga een reis maken naar Ghana. Wauw, klinkt goed. We komen net naar buiten van Kate Coty. En het regent weer. Alleen maar liefde binnen. Je kan er niet meer over zeggen. Het is... niet zeggen. De tips. Kwaku. Ja, meer hoef je niet te weten van Kwaku.